Hallo allemaal. Hier ben ik weer met een leuke nieuwe vlog van Nathalie's Trimvlog. En kijk eens wat we hier hebben. Hier hebben we onze Jussie. Ja. Jussie is vandaag de Sjaak. Want Jussie die gaat vandaag geknipt worden door mij. Hij is net gewassen en gefeund met de Secret Weapon. Daar hebben we ook een vlog over gemaakt. En ik heb beloofd dat ik hem daarna nog zou knippen. Dus dat is wel lekker, want het is lekker rustig in de salon. Het is al wat later. Dus nou, kan ik ook wat meer vertellen. Ik heb mijn kammetje. En ik gebruik de scharen van natuurlijk Sensei. En ik heb twee gebogen scharen. Deze en deze. En daar ga ik de ronde mee knippen. Jussie is natuurlijk van Fon. En Fon wil hem wel geknipt hebben, maar niet te kort. Dus hij moet wel als een beertje blijven. Nou, dat gaan we doen. Ik begin meestal altijd bij de achterbeentjes. Het is natuurlijk echt heel erg belangrijk dat je zo'n hondje heel goed opkant. Hè? Dat moet echt. Dat is heel belangrijk. Kijk, en ik sta een beetje bekend om mijn swaffelmethode. En dat is precies wat ik hier ook ga doen. Ik ga Justin zeg maar swaffelen. Dus ik ga iedere keer ga ik een stukje van zijn vacht afhalen. Ik wil de achterkant nog lekker kort. Fon heeft helemaal geen probleem mee als je zijn poepratje ziet. Want ja, het moet allemaal lekker schoon blijven. Fon zit trouwens te filmen, zeg eens gedag Fon. Hallo allemaal. Oké, nou. Ik heb het jullie uitgelegd, hè. Ik heb natuurlijk maar één goed oog. En aangezien het hier een beetje donker is en dit zwart is, moet ik me echt even concentreren op het knippen. Ik wou net zeggen, Justin is het gewend, want het is natuurlijk een voormalig showhondje geweest. En hij blijft echt heel lief staan. Ook natuurlijk bij, zoals bij iedere kniphond, is het belangrijk dat je de hoekingen er goed in zet. Nou is het makkelijk met zo'n gebogen schaar. Kijk, dit is mijn gebogen schaar. Om deze ronding te maken, deze ronding, maar ik doe ook al gelijk een beetje. Dit doe ik ermee. Want anders moet ik iedere keer van schaar wisselen. En zoals jullie zien, er komen echt iedere keer maar een paar flintertjes vanaf. Dus even staan, Pik. Ook bij dit geld, we hebben zijn piemeltje en zijn liesjes afgeschoren. Til dit beentje op, want dan heb je namelijk zicht op wat er hier aan deze kant gebeurt. Nou maken we hier geen poedeltje van, we maken er een beertje van. Dus hij moet ook zeg maar een beetje berenbeentjes houden. Er zit nog één hondje te wachten op dat hij naar huis mag. Nou, wat is op jullie? Loesje. Oh, dat is by the way mijn Loesje. Die ziet er iets lekkers in het beentje liggen. Ik doe nog even een beetje omhoog. Nee, Lucie. Ja, stinky. Nee. We gaan gewoon even geknipt worden vandaag. Ja. Maar ook bij dit soort hondjes, hè, zorg ervoor dat die hoekingen er mooi in zitten. Hij hoeft natuurlijk niet zo extreem. Want als je dit te ver knipt, dan zie je het wit. Want hij is van oorsprong natuurlijk helemaal wit, hè. Kijk, zoals de voetzooltjes. Draai het beentje een beetje uit. En daar komt het baasje van Max. Ja. Hij mag even. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, het zijn echt hele kleine flubbeltjes. Wat ik wel even nog wil vertellen. Ik maak onder de kin. Dit maak ik wat korter, hè? Zodat het hoofdje
wat beter uitkomt. Kijk, dit is natuurlijk. Hij is met de snuiten. Het snuitenspul. Het snuitenspul is hij gewassen. Toen ik hem had, vond ik het erg leuk. Toen had ik ook die oogjes zwart gemaakt. Maar Von heeft ervoor gekozen om het niet te doen. Gewoonweg om het feit dat hij van die enorme, lieve oogjes al heeft. Ja. Dat is ook de enige reden. Dat is echt de enige reden waarom ze niet die oogjes zwart meer maakt. Maakt hem nog onweerstaanbaarder. Kijk, ik knip het een beetje in een punt. Een beetje zoals een lichonnetje, zeg maar. Kijk uit dat je natuurlijk niet in de oogjes knipt. Jullie zien wel hoe die het gewend is, hè? Misschien kan je inzoomen op zijn oogjes. Kijk nou eens wat een enorme. Lucy! Lucy! Kijk naar kerel. Wat een enorme schattige oogjes die heeft. Nou, ik kan me voorstellen dat als je dat zwart verft hierboven en hieronder, dat je het accent een beetje verlegt naar die zwarte verf. Eigenlijk natuurlijk het accent moet liggen op zijn oogjes. Nou, hier haal ik niet te veel vanaf, hè. Hier zwaffel ik gewoon een beetje wat bij. Ik laat dit allemaal in elkaar overlopen. Kleine 10 dagen. Ja. Gaan wij onze collega Mirjam van de Oort helpen. Ja. Met om haar wereldrecord te verbreken. En waar gaan we dat doen? In Dubai. Hoeveel zin heb jij erin? Mega veel zin. Nou, ik zou jullie even uitleggen. Ik heb er mega veel zin in. Het enige wat een enorme. Waar ik enorm in zit. Is dat ik mijn hondjes niet zo lang kan missen. En iedereen die mij kent, die weet dat ook. Ik neem mijn honden overal mee naartoe. En ze zijn echt in hele goede handen, want ze blijven bij Car. Dus eigenlijk is er helemaal niks aan de hand. Maar mijn Diddeltje, die is vorig jaar is die ontsnapt bij mijn zusje. En die is daar 2 nachten en 3 dagen is mijn Diddeltje weg geweest. En toen in die tijd ben ik zeg maar bijna overleden van alle stress en alle, ik ben helemaal gek geworden. Ik ben ook opgenomen geweest in het ziekenhuis, op de hartbewaking. Ik werd helemaal gek, omdat ik niet wist waar mijn Diddeltje was. Dus ik heb daar een soort van trauma over gehouden. Dus nu als ik nou ga, en ik ga dus ook echt 7 dagen... Dan heb ik toch altijd nog zal het wel goed gaan met mijn Diddeltje. Mijn andere hondjes die hebben geen problemen, die zijn heel makkelijk en kunnen heel makkelijk bij andere mensen. Maar mijn Diddeltje, ja, dat is nou eenmaal een beetje mijn kleine hartendiefje. En heel erg verknocht aan mij. Dus ik ben zo bang dat als op een onoplettend moment, dat hij dan de benen zou nemen en dat hij dan gewoon weg is en ik in Dubai zit en hem niet kan gaan zoeken. Dus dat is eigenlijk mijn enige hele grote probleem. En voor de rest, ik verheug me er enorm op. Want ik ga echt met de allerliefste mensen van de hele wereld, waar ik het meest van hou, daar ga ik mee naar Dubai.
Maar dat is eigenlijk het enige waar ik, ja, waar ik last van heb en waar ik ja, ook wel een beetje van wakker lig en waar ik een beetje hartkloppingen van heb, is dat ik mijn hondjes alleen moet laten. Makar en Diddle, dat gaat ook hartstikke goed samen. En Diddeltje is natuurlijk wel gewend aan elkaar, weet al precies hoe of wat. Ja. Dus dat is eigenlijk de beste keuze waar je hem kan laten. Ja, absoluut. Het is ook zo. En het, weet je, het is ook niet, het ligt ook echt aan mij. Het ligt echt aan mij. Ik heb daar zo'n douw van gehad, dat ik, ja, ik heb daar gewoon echt een trauma van opgelopen. En mensen die mij hebben gevolgd en dat verhaal met Diddle, die hebben dat ook kunnen zien, hè. Die hebben dat helemaal meegemaakt en ja, ik ben daar echt bijna onderdoor gegaan. Ja, het was de koudste augustus ooit. En ja, mijn Diddeltje liep daar gewoon buiten, zonder jasje, zonder niks, in de regen. Het heeft nog nooit zoveel geregend als, als toen in die tijd. De koude records werden verbroken in die tijd dat mijn Diddeltje weg was en gewoon buiten liep. Dus ja, ik heb daar enorm onder geleden. Ja. Dus dat is eigenlijk de enige reden waarom ik ook nooit op vakantie ga. En ja, we hebben nu besloten, want ja, ik heb natuurlijk ook nog een partner, die heeft ook nog een deel te zeggen. En nu hebben we besloten om volgend jaar een camper te kopen. Want dan kan ik namelijk al mijn hondjes gewoon meenemen. Als we dan op vakantie gaan, dan gaan we gewoon echt, echt met z'n allen. Dan gaan we gewoon lekker met de camper. En dan kunnen alle hondjes kunnen gewoon mee. Nou, dat is mijn grote droom. En daar ben ik van aan het werk. Komen we hier vast wel tegen met Jussie en Montijn. Nee, je hebt ook een camper, hè? Ja, het is heerlijk. Dus je kan overal mee naartoe. En hij vindt heerlijk, die camper. Je vrijheid, honden kunnen inderdaad mee. Top. Maar het vliegen, dat vind je niet... Nou, dat vind ik nog het minste probleem. Ik vind het wel eng, maar ik ben gewoon een beetje een paniekzaaier. Dus, en ja. Maar ik heb jullie om me heen. En, nou ja, goed. Als ik al een sporadische keer ging vliegen, dan ging Kar altijd met me mee. Dus die kon ik even in de hand knijpen. Maar, nou ja, nu gaan jullie mee. Dus ik heb genoeg aanspraak. Ik hoorde dat jij tussen de twee mannen in zit. Ja, ik hoorde het ook. Ik denk niet dat je helemaal verkeerd zit. Ja, misschien in jouw geval wel. Ja, in mijn geval wel. Ik denk dat ik met Angelique van plaats moet verwisselen. Want, en met Demi, want ja, die zijn allemaal nog zoekende. Ja. Dus ja, ten eerste, wat moeten ze met zo'n oude heks als ik? Zo'n oude dikke Oompa Loompa. En ten tweede, ja, weet je, ik heb liever dat ik tussen twee lekkere wijven in zit, zeg maar. Hè. Ja, dat is onzin, maar... Liek moet naast mij, hè? Ja. Je moet naast mij. Ja, maar waarom is dat? Nou, omdat ik een heleboel kleuren heb. Oh, ik heb vol. Vliegangst. Ja. En je bent begonnen met de vliegangst druppels van Con? Van Con, ja, ben ik ermee begonnen. Okay. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat werken. Ik heb gisteren ook nog wel bij de huisarts mijn oksels bonnetjes aangebracht. Dus ik heb weer genoeg. De apothekersassistenten die vroeg of ik ermee bekend was met het gebruik. Of ik het regelmatig gebruikte. Die dacht dat ik een of andere junkie was. Heb ik even uitgelegd dat het tegen vliegangst was. En toen moest ik toch wel lachen. Dus ja, nou we gaan het gewoon doen. We gaan meer in ons steunen. Ach ja. Ik heb er zin in. Wij hebben er zin in. Ik ga met Liek op een kamer. Liek is mijn steun en toeverlaat. Altijd. Mijn vriendinnetje. En we gaan er echt een leuke tijd van maken gewoon. En ook, ik zal Jussie enorm missen. Uiteraard ook man en kind. Maar die vermaken zich wel met z'n tweeën. En eerlijk gezegd maak ik me ook wel een beetje druk om Jussie of die niet op zoek gaat naar mij. Want normaal als ik er niet ben, dan begint hij te piepen en te doen en dus hij volgt me ook overal. Dus het is voor mij ook even nieuw dit. Wat ik ook spannend vind. Maar we gaan het zien. Von, wil je dat ik dat staartje wat korter knip? Wat jij mooi vindt. Kijk maar. Nou, ik denk dat ik het mooier vind als hij gewoon wat korter is. Kijk, het is nou echt een soort van... Dat is een beetje
Een pluimboompje? Ja, een beetje piekerig is die. Nou, zoals jullie zien is het een genot om hem te knippen, hè? Dat was die al. En dat is hij nog steeds. Nou, wat ik jullie al uitgelegd heb, is dat ik hem niet al te kort wil knippen. Want ik wil hem gewoon wat vaker gebruiken. Dus we hebben hem nu gewoon helemaal lekker geswaffeld. Ik ga even de andere kant doen en dan komen we zo weer bij jullie terug met het eindresultaat. Tot straks. Tot straks. Nou, we zijn weer even terug. Ik heb Jussie's andere kant geknipt. En volgens mij is die heel leuk geworden. Ik ga zo lekker de vlog afsluiten, want we moeten hier nog een beetje opruimen. En Fonny die moet nog helemaal naar huis rijden. Waar kom je vandaan, Fon? Wat over dorp. En, ligt naast Amsterdam. Dat ligt naast Amsterdam. Ja. En waar zit ik? Ja. En dat kom je iedere donderdag kom je dat doen, hè? Ja. Gewoon omdat je het leuk vindt. Ja, nou ja, de meeste stagiaires stoppen natuurlijk op een gegeven moment als ze een diploma hebben. Alleen ik vind dat ik... nog heel veel van je kan leren en je raakt nooit uitgeleerd. Dus ik blijf gewoon lekker komen en in plaats van een stagiaire ben ik nu vrijwilligste. Zo noem ik het maar. Ja. Nou, we zijn blij met je. Dus ik, zolang ik nog lekker bij je ben en voor de gezelligheid. Het is toch alleen, ik sta anders alleen in mijn trimsalon en alleen is alleen. En hier heb ik toch nog de gezelligheid van de andere trimsters en ik blijf leren en dat vind ik belangrijk. Dat is ook belangrijk. Nou, ik ga deze vlog afsluiten. Dit is Jussie geworden. Een lekker pandabeertje. Jussie, let's kijken. Ja. Hij is ook een beetje zat. Hij is natuurlijk ook model geweest voor de Secret Weapon. Maar kijk, hij staat gewoon lekker te kwispelen. Ja, ja. Nou, kijk. Hij is helemaal nog bevriend met me. Dit was weer een leuke vlog van Nathalie's Trimvlog. Ik zou zeggen, tjus, tot de volgende keer, tjus. Ja, doei allemaal.